Breda Nu. Je weet het meteen. Nou, Leo, laatste hè, voor dit jaar. Tot zomer. Laatste. Kerst gehaald. Ja. Kerst gehaald. Nou, een beetje met moeite. Ja, maar wat een maandje. Hè. We wisten wel dat we deze maand echt de slag moesten maken tegen best wel wat concurrenten. Beginnen maar met Groningen. Maar was alles sof, hè? En... Ja, dat was gewoon al... Dat is wat echt een sessie wat gezien heb de afgelopen jaren. Ja, we begonnen op zich goed. Het was in de eerste helft was het oké. We komen op 1-2 voor. Maar dan gebeurt er dan toch weer iets in de koppie. Ze zetten ergens verkeerd op in en Groningen komt weer in het zadel. Loopt uit naar 5-2. Dat is zielig. Iets wat geflatteerd, maar... Nou ja, ik vond Groningen nou niet heel veel slechter dan lag. Nee, precies. Groningen staat echt precies waar op de plek waar ze horen te staan. En we hebben daar echt gewoon punten moeten pakken. Ja, dat is lekker. Dan speel je de week na tegen Vitesse. Ja. Nou ja, dat is eigenlijk wel raar, hè? Dat je dan tegen Groningen zo dramatisch speelt dat tegen Vitesse. Dat voel je eigenlijk gewoon heel goed. Ben je ook goed terecht? Ja, enorm contrast. Het kon niet groter. Maar het was herboren. Maar dat was ook weer een goede wisselwerking tussen spelers en publiek. Ja. En spelers hebben nou ook door, op het moment dat ze laten zien dat ze knokken, dat ze publiek meekrijgen. En dan komen nog extra krachten vrij. Dat hebben ze nou goed door. En ja, dat pakte zich goed perfect uit tegen Vitesse. Want dat was gewoon geen schim meer wat voor Vitesse was. Hè. En het herboren worden van Greg Lee. Ja. Lee. Schitterend. Man. Weet je, denk aan Sadiq, vind je niet? Weet je dat onhandige? Ja, precies. Dat klungelige. Hij zegt het ook zelf, hè. Ik weet ook, ja, op het moment dat ze mij zo toezingen, ik ben echt niet de beste speler. En als je zegt, cultheld. En hij zegt ook, ja, culthelden, die zijn over het algemeen niet de beste spelers. Daar is hij zich heel goed bewust van. Maar hij krijgt er zoveel vertrouwen van. Hij doet zijn best ook wel. Ja, zeker niet, maar ja, het is een beetje lomp af en toe. Ja. Ik bedoel, net als in de wedstrijd tegen Heerenveen. Die op een gegeven moment die assist, die tweede op tevreden. Gewoon iemand zijn benen heeft gemaakt. Was dat niet een schot, een goal of zo? Was echt de voorzet, zou je denken? Geen flauw idee, maar hij ging er uiteindelijk in via het beetje tevreden. Man. Ja, hij schoot ook nog binnen, hè, trouwens. Ja, perfect. Ja. Maar tussendoor met Pek Zwolle gehad, hè. 0-0. Had ook goed. Meer punten moeten kunnen pakken. Ja, dat is even de spits, even zijn benzine die scherp. Ja, kan gebeuren. Ik snap ook wel dat je schrikt als je een keer een kans krijgt tegen Zwolle. Ja. Dat verwacht je niet. Nee, daarom. Dus nul. We staan nu 17 met 17. We hebben weer aansluiting met de bewoonde wereld. Dus lekker man. We blij mee zijn. Ja, absoluut. Maar vond je nou niet een van de spelers die de afgelopen weken ertussen uitsprong en die scoorde ook tegen Vitesse, Arno Verschuren? Vond je dat niet? Ja, prachtig. Die heeft weer mooie dingen laten zien. Ja. Hij is ook weer aan het revival, maakt hij nou door. En die gaat zich ook steeds beter voelen en daar gaan we nog heel veel aan hebben. Ja, zou die ook leuke antwoorden geven bij Sam, denk je? Kan hij ons verrassen? Laat maar eens horen. Leuk dat je kijkt. Deze maand is de speler Arno Verschuren. Welkom Arno. Welkom. We hebben een paar leuke dilemma's voor jou, dus we zijn een kaartje pakken. Ja, top. Buikschuiver of koprol? Ik zou voor een buikschuiver gaan. Zeker als het een beetje een nat veld is, is altijd wel leuk om een buikschuiver te doen. Zeker als je gescoord hebt, een beetje nat veld is wel beter voor een buikschuiver. Ja. En je had zondag ook gescoord en viel je het juist met de supporters. Ja, klopt. Ik dacht nog aan een buikschuiver, maar ik denk het was leuker met de supporters. Het was een goede overwinning. Dus, als je op zo'n moment scoort, kan je dan nog nadenken of is het puur gewoon adrenaline? Kijk, ik scoor niet zoveel, dus misschien die vaker scoren denken er wel eens over na. Maar bij mij gaat het bewust en het gaat bij mij bewust naar de supporters. Dus, Oké, ja. Top. Dankjewel. Mag je de volgende pakken?
Ja, dankjewel. Een spectaculaire 4-4 waarin je zelf een hattrick maakt of een saaie 1-0 overwinning? Ja, dan zou ik toch voor de saaie 1-0 overwinning gaan. Ik denk zeker ook nu, of dat hebben we toch gemerkt vorig jaar ook, dat we vaak wel goede wedstrijden spelen, spectaculaire wedstrijden, maar die we dan niet wonnen. En dan is het toch beter dat je wint. Dan is toch iedereen. Het is natuurlijk wel leuk om te scoren en 4-4 spectaculair, maar toch de overwinning is. Ja, het resultaat staat wel. Het resultaat staat bovenop, ja, tuurlijk. Oké, dankjewel. Mag je er nog een pakken? Een open dag of een serieus potje voetballen? Dus wat jij dan het liefst hebt voor jezelf of misschien voor de supporters? Lekker potje voetballen. Dan, ja, is toch altijd heerlijk. We genieten ervan. Dus nee, is gewoon top. We doen het graag. Daarvoor kies ik wel voor het potje voetballen. En wat denk je dat de supporters zouden kiezen? Liever een open dag van NAC bezoeken of een wedstrijd? Ik denk een wedstrijd. Ik denk dat ze daar wel meer aan hebben. En zeker met die sfeer die er altijd is. Alle mensen samen lekker biertje drinken. Ja. Daar houden ze wel van. Dus ik denk potje voetbal is lekker. Ja. We gaan nu even snel naar de supporter van de maand, maar we zijn zo meteen weer terug met 3 vragen voor Arno. Ik zit hier met Luc de Ronde. Luc, vertel even wat over jezelf. Ja, ik ben Luc de Ronde, ik ben 21 jaar en ik ga al 6 jaar naar NAC. Ik zit elke wedstrijd op de B-side. En hoe ben jij nou zeg maar NAC supporter geworden? Hoe is dat gekomen? Nou, de eerste wedstrijd was NAC ADO van 6 jaar geleden. Toen wonnen ze met 4-0 met Santi Kolk en Bottegien in de basis. En toen ben ik met mijn moeder en met mijn broer meegegaan. En ja, ik was gelijk verkocht. Het stadion, de atmosfeer, het publiek was zo geweldig. Ja. En toen ben ik steeds meer naar wedstrijden NAC geweest. Want jouw moeder en je broer die waren al supporter, die hadden ook al een seizoenkaart? Of die waren toen ook voor de eerste keer gegaan? Ja, die waren toen ook voor de eerste keer gegaan. En ja, sindsdien zijn we er alle drie een beetje meer in gaan rollen. En alle drie gaan we elke wedstrijd. Dus jullie zijn er met z'n drieën elke thuiswedstrijd bij? Ja. Dus hoe lang heb je nu al seizoenkaart? Seizoenkaart is 3 jaar, want 6 jaar geleden was de eerste wedstrijd. Het was nog even kijken en af en toe een losse wedstrijd. Dus ja, sinds 3 jaar echt elke thuiswedstrijd. Okay. En in die 6 jaar dat je nou supporter bent, wat is nou voor jou het hoogtepunt geweest? Of het dieptepunt, gewoon een moment wat er voor jou echt bovenuit steekt? Ja, het hoogtepunt was natuurlijk de promotie van 3 jaar geleden tegen NEC. Zat ik met vrienden van mij, waarmee ik elke wedstrijd op de B-side zit, op P5 te kijken. Ja, was, elk doelpunt ging het helemaal los. Heel feest na afloop. Dus ja, dat was echt een van mijn mooiste NAC-momenten. En het dieptepunt? Ja, door de degradatie. Ja. Tegen Roda toen? Ja, ik was er helaas niet bij. Tenminste, helaas. Ja. Was er niet bij. Maar ja, ik heb het wel gekeken. En ja, vond me alsnog heel rot daarover. Dus ja. Ja, en dit seizoen zijn we ook nog niet heel goed bezig. Hoe zie jij nou het perspectief voor NAC? Is dat er nog? Of hoe zie jij de toekomst voor je voor NAC? Ja, ik zie nog wel perspectief hoor. Want ik denk dat ze gewoon tot de winterstop misschien nog proberen 4 punten te halen uit de 3 wedstrijden die nog komen. En ja, dan eventueel nog in de winterstop natuurlijk wel goede spelers halen. Want vorig jaar ook met Sadiq en Tevreden die eraan kwamen. Dus misschien nu ook een paar goede spelers halen. En ja, ik denk dat we er wel gewoon in blijven hoor. Wat voor speler hebben ze nou echt nodig volgens jou? Het circuleerde een beetje rond zo'n Brunsen Ramselaar. Zo'n speler die overbodig is bij bijvoorbeeld een topclub of zo. Of ja, misschien van de keukenkampioendivisie een goede spits. Bijvoorbeeld ja, Veldwijk nu niet, maar bijvoorbeeld een Venema, een Druif, ik zeg maar wat. Ja, misschien moet je zo'n speler een keer halen. Okay. Maar wel tevreden over de trainer? Ja, dat wel. Ik heb Van der Graag wel hoog zitten, want bij Excelsior deed hij het goed. Ja, dat is misschien een beetje de kwaliteit van de selectie, maar ik heb hem wel hoog zitten, ja. En laatste vraag, stel er zijn mensen die kijken en die houden wel van voetbal, maar die zijn nog niet, die hebben zich nog niet gebonden aan een club. Waarom zouden zij nou NAC moeten gaan supporten? Nou, NAC is gewoon de fanatiekste club van heel Nederland. Gewoon altijd volle bak, ook al gaat het slecht. Er is heel veel bier ook, dus altijd feest. Ja, gewoon voor NAC worden, ja. We zijn weer terug hier in Zundert bij Arno. Arno, we hebben nog 3 laatste vragen voor je, dus kies je maar in uit. Egaal kunstgras of hobbelig echt gras? Ja, hobbelig echt gras. Zeker. Kunstgras. Ik snap wel dat sommige teams ervoor kiezen, maar het is toch altijd anders om erop te spelen. En ik vind echt voetbal moet op echt gras gespeeld worden. Merk jij ook als jij bijvoorbeeld op kunstgras hebt gespeeld,
Iets aan je lichaam, de dagen daarna bijvoorbeeld? Ja, het is anders dan op een gewoon veld. Dus je hebt soms wel wat meer last van je rug of van gewrichten die wat stijver zijn. En dat merk je wel aan kunstgras. En op een gewoon veld heb je ja, de algemene dingen een beetje enkel. Ja. En ook met sliding zo, je hebt best wel een fanatiek spel. Ja, zeker. Ja. Nee, dan heb je vaak wel wondes aan je benen, brandwondes. Dus dat is niet zo leuk om op te spelen. Nee, oké, dat snap ik. Geen annoying. Cardio of krachttraining? Dan ga ik toch voor de krachttraining. Ik ben niet zo een echte brede speler of zo, maar ik hou wel van meer van krachttraining dan van cardio. En ik denk dat het voor mij ook belangrijker is om een beetje kracht te winnen dan mijn conditie is wel oké. Dus voor mij is krachttraining beter daarom. En doe je zelf veel aan krachttraining of gewoon puur alleen wat hier van de trainers moet? Nee, ik doe zelf ook nog buiten dan aan fitness, ook in de vakantie of zo. Heb ik ook wel een abonnementje bij de sportschool. Dus zeker, doe wel liever krachttraining dan cardio. Oké. Okay. Honden of katten? 100% honden. Ja? Ja. Heb je zelf een hond ook? Ja, mijn vriendin heeft ook een hondje. We hebben zelf ook nooit geen katten gehad. Ik weet niet. Ik vind honden veel leuker gewoon met te spelen, wandelen. Ik vind honden beter. Oké, dankjewel. Top. Dankjewel Arno. Wij gaan terug naar Leon en Rinse en volgende maand hebben we weer een nieuwe speler voor jullie hier in Zundert. Ja, winterstop. Ik heb er een goed gevoel over. Ja. Ondanks dat we nog steeds 17e staan, weliswaar, maar we hebben een aansluiting qua punten met de rest van het rechte rijtje. Ja, we krijgen straks Ilis weer terug, hè, natuurlijk. Ilis weer terug. Anouar Arkali, hebben we gesproken. Ja. Goed, ja. Na de winterstop komt hij weer terug. Dat is wel een beetje jammer dan. Ja, over belasting heel moeilijk. Maar dan gaan we dus weer vaste jongens terugkrijgen. Dan gaan we denk ik nog een paar spelers behalen natuurlijk. Desondanks moeten er toch nog versterkingen bij komen. Ik ben benieuwd waar een technisch hart deze winterstop mee kan komen. En welke posities zijn eigenlijk het belangrijkste. Ja. Maar hebben we nog wel een technisch hart. Ja, de Smulders is weg en nou hebben we... Ja, inderdaad, er zijn wel jongens voor in de plek gekomen. Hè. Die hebben ook natuurlijk ingekomen. Iemand van de aanhaler is gewoon gegooid. Tim Gillissen en Mitchell van der Gaar als trainer. Ja, maar degene die het meeste werk aan heeft is Pierre Verona. Ik ben benieuwd waar ze mee gekomen. Welke linies het belangrijkste vinden. In de spits zit het eigenlijk wel goed. Ja. Ja, dat is wel heel fragiel, hè. Op het moment dat Mitchell tevreden is. Ja, wie gaat het dan doen? Eventjes een wedstrijd zijn vorm niet heeft ofzo. Tegen Max Wolle had hij eventjes wat minder. Ja. Dan ben je gelijk onthoofd. Hè. En de verdediging blijft Achilles zien. Ja, dat is. Ja, ik vind wel dat het goed of dat Van der Gaag het wel goed opgelost heeft met 5 verdedigingen. Dat helpt wel. Heel reëel. Of tegen Groningen misschien niet, maar in andere wedstrijden wel hoor. Ja, klopt. Ik denk dat wat concessies doen, hè, met de middenvelders en spitsen spelen. Maar tegen Heerenveen hebben we gezien dat het makkelijk omschakelen is op het moment dat het nodig is. En verdedigen eraf, middenvelders erbij. Prima. Ja, en er komen natuurlijk een aantal spelers bij. Er is er ook eentje weggegaan, of er gaat er eentje weg, bij 1 januari. Ja. Daar hebben we tegen Heerenveen afscheid van genomen, maar dat is toch wel echt... Ik denk dat dit nog wel de grootste aanlading van NAC is sinds jaren. Ja, weet je wat eigenlijk zijn grootste prestatie is? Zoals we van de week nog zitten samen te vatten. Is het feit dat hij 5,5 jaar van NAC heeft gewerkt als algemeen directeur, dat is al een unicum. En door de voordeur naar buiten gaat. Denk nou eens na welke directeur is er nou voor het laatst van NAC door de voordeur naar buiten gegaan. Los van interim directeur. Ja. Wij konden er niet opkomen. Volgens mij zijn de eerste. En terecht, want hij NAC natuurlijk wel. Hè? Operatie Eredivisie, moet je niet vergeten. Ja. Dat is wel zinnig, hè? Ja, we gaan hem missen. Ja. En we gaan heel vaak aan hem denken. Ja. En, we hopen dat hij het. Natuurlijk. We hopen dat hij het bij het schaatsteam nog. Ja, bij schaatsteam, maar gaat het schaatswielerteam gaat hij leiden. Ik ben benieuwd of dat hij daar gaat presteren. Maar we hebben een winst op.
Middelen 2. En de Graafschap. Dat zijn toch 9 punten, zou je zeggen. Exact, je had het maar ja, nee, dat ze werkt dat bij NAC misschien niet. Het is niet zo schoon. Oh man. We moeten dat eigenlijk nooit hardop zeggen. Als we denken, we kunnen we pakken, tegenovergestelde. Dus daar moeten we maar voorzichtig mee zijn. Dat vind je niet dat 2018 toch wel uiteindelijk goed afgesloten wordt nu, ja. Ondanks een moeizaam jaar? Een typisch NAC-seizoen met veel van opstaan, net met de hakken over de sloot. Zo sluiten we 2018 af. We leven nog. Ja? Ja, dat is mijn perspectief. Ja, ik ga jou in ieder geval een hele fijne jaarwisseling wensen, jongen. Allemaal heel fijn. Met geld voor jullie ook kijkers. Fijne jaarwisseling. Breda Nu. Je weet het meteen.